Dames en appelperensoep. Oké, beste intro ever. Welkom bij Lego de Hobbit, aflevering 4. En dit keer gaan we verder met het grote avontuur, zoals ik ook heb beloofd. Ik heb ooit eens een enquête in laten vullen door jullie. En daarin is zeker uitgebleken dat jullie heel erg graag deze game wouden zien, zeg maar, op mijn kanaal. Dus ik had zoiets van, er is gewoon geen andere reden dat ik deze game gewoon niet ga spelen op mijn kanaal. Dus ik ga hem sowieso spelen. En daarom zijn we al bij aflevering 4. En wat is deze hobbewoner aan het doen? Wie is dit? Ik ken hem niet eens. Hij heeft een baard en hij is lelijk. Dood. Nou, we volgen natuurlijk de geestensteentjes. En de geestensteentjes, dat zijn de noppen. Ik noem het maar gewoon steentjes hoor. Ik vind noppen zo raar. Noppen, dat heb je onder je schoenen als je gaat voetballen. Maar niet... Nee, dat gebruik je niet in een Lego game. Maar ja, het heet nou... Ja, oké, het heet nou eenmaal noppen. En we kunnen er niks aan doen. Oké, hier zien we dus een groot standbeeld. Dan moeten we dus met een sterk personage moeten we dat gaan duwen. En ik denk dat deze sterk genoeg is om dit hele beeldje als een brug te maken hier. Dat we over kunnen en naar een nieuw gebied kunnen. Dit is een nieuw gebied. Het ziet er heel leuk uit. Want ik ken het niet. Het is heel anders dan Lego Lord of the Rings. En dat vind ik fantastisch. Het ziet er ook lekker oldschool uit. Het ziet er fantastisch uit. Ik ben heel erg tevreden met deze game. En we gaan praten met Bruggepijn. If you were planning on crossing into Trollshaws, I'm afraid I have to disappoint you. I came out to fix the bridge, but I threw my back out as soon as I lifted the first piece. Beetje gênant. If you're in a desperate hurry, you could always attempt to build it yourself. Oké, hij vraagt van, met andere woorden van, bouw hem lekker zelf die brug. We gaan kijken of we genoeg dingetjes hebben. Nou, ik heb 16 van die houten dingetjes, dat is goed. 32 van die dingetjes. Nou, dat gaat helemaal lekker. Ik hoop dat ik genoeg houten plankjes heb. Want anders kunnen we die brug niet maken. Even kijken, hebben we houten plankjes? Ja. Nee, we missen houten plankjes. 19 stuks. Scheisse. Nou, dan moeten we houten plankjes gaan zoeken. En hier zitten wel een paar houten plankjes, zie ik. Kan ik die niet gaan stompen? Nee. Kijk eens hoeveel houten plankjes hier op de grond liggen. Nou, ik denk dat we moeten gaan zoeken naar houten plankjes. Het is maar goed dat ik al die objecten verzamel tijdens deze game. Want ik heb ze gewoon nodig om verder te komen. En, oh, wat kwam eruit? Houten plankjes. Oké, we hebben nog een paar nodig. Hier, nog meer plankjes. Misschien zit hier wat in. Dat zijn toch houten plankjes? Nou, die kan ik niet oppakken. Jammer dit. Heel jammer dit. Kunnen we hier niet in? Wat is dit? Een geheime schuur. De loodsen van de hobbitten. Nou, laat me naar binnen. Misschien zitten er wel wat plankjes binnenin. De weertop. We gaan naar de weertop. Nou, maakt me helemaal geen reet uit als we maar die plankjes hebben. We moeten plankjes nodig hebben. Nou, hier zullen er geen plankjes in zitten, denk ik. We hebben hier wel een puzzeltje. En puzzeltjes ben ik altijd wel voor in. Oké, nou, ik kan iemand moet gebruiken die zo'n... Kijk, dit kunnen we wel slopen. Dat is allemaal leuk en aardig. Oké, we krijgen er wel steentjes uit. Steentjes moeten alles verzamelen, jongens. Hier ook steentjes. Huppakee, kom maar binnen met je knecht. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Old school, jongen. Oké, komen hier nog plankjes uit? Nee, hier komen alleen maar van die rare groene wannabe slangboompjes. Oh, alleen ik ben binnen. Oké, leuk. Nou, kan ik hier nog wat doen? Ik kan dit blok gaan. Gebruik een katapult. Hebben we een katapultje? We hebben toch wel een katapultje? Dat weet ik dus niet. We moeten even kijken hoor. Heeft er iemand van ons een katapultje? We komen met twee mensen. Kunnen dit wel even doen? Even kijken hoor. Waarom lukt het nou niet, jongens? Goede mensen koppelen, jongens. Deze twee? Die twee moet het lukken. Let op. Nou, dat lukt niet. Nee, ik krijg deze niet kapot. Shit. Nou, dan bekijken ze het maar. Dan gaan we gewoon verder in de game. Geen houten plankjes hier. We hebben houten plankjes nodig. Maar als er geen houten plankjes zijn, dan gaan we gewoon door. Daar ben ik niet zo moeilijk in, hoor. Huppakee. Houten plankjes. Waar zou ik die kunnen vinden? Ik denk toch dat die hier zo... Je zou toch nog wel plankjes kunnen vinden, joh.
Hier liggen ze op de grond. Hier liggen ze gewoon voor het oprapen gewoon, hè? Oh, kijk, 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 kijk. Ja hoor, vallen in het water. Dan kan ik jullie oppakken. Heel goed. Heel goed. Nou, hier zitten dus plankjes in. Kijk eens, er komen dingetjes uit hoor, plankjes. Ja, val me weer in het water. Oh, deze kan ik nog net pakken. 24 van de... Oh, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Ik pak die steentjes op. Ze zitten dus in die bosjes. Oh, natuurlijk, dat is van hout gemaakt. Nou ja, hout, wood. Er zit natuurlijk hout in. Juist. Oké, ik ga er een paar voor de extra... Ik ga gewoon voor de zekerheid een paar houten dingetjes pakken uit die boompies. Want voor het geval we dadelijk nog meer van die dingen nodig hebben, hebben we in ieder geval wat op voorraad. Wel erg leuk bedacht hoor. Zo, laten we even al die dingetjes oppakken. Hier zie ik nog een bosje. Maar we moeten niet te ver van het pad afgaan. Zo, nou die pak ik dadelijk op. En dan pak ik dit bosje nog. En dan hebben we voorlopig al even genoeg. Maar dan voortaan als ik zo'n bosje tegenkom, laten we die dan meteen slopen. Dan hebben we gelijk wat plankjes. Zat er geen plankjes in die andere bosjes? Spijtig. Ja, dat vind ik spijtig. Oké, daar komen wel plankjes uit. Kom maar bij de papa. Zo, 4 plankjes. En daar nog 2. Nou, die pak ik gelijk mee. Dan hebben we gelijk 35 plankjes. Nou, 2 van die touwtjes. Daar heb ik geen moer aan. Nou ja, nee, dat moet ik niet zeggen. Die touwtjes, die moet ik ook gebruiken. Ik weet hier nog niet voor wat. Kijk eens hoeveel struikers hier staan, jongen. Maar niet in alles zitten plankjes. Kijk, daar zitten wel plankjes in. Nou, ik heb genoeg spulletjes nu. We kunnen dit gewoon handelen. Huppakee. Hier, 37 plankjes. Nou, huppakee, we doen er 25 in. En nu gaan we een brug bouwen. Oké, let's go. We hebben nodig een klein hoekje. Een klein driehoekje. Wat is het? Een dingetje. Nou, wat nog meer krijgen we? De brug wordt verder gebouwd. Ja. We krijgen een grote plank, maar er zitten 2 planken. Ja, weet ik veel welke plank dat is dan. Is dat die? Nee, is dat die dan? Hoe moest ik dat ruiken? Nu is het die. Nu is het die. Zo, ik deed helemaal een verkeerde volgorde, jongens. Ja, ik kan niet ruiken welke volgorde. Nou, dan krijg ik nog zo'n pionnetje. Dan komt er nog zo'n dopje op. Is dat niet de goede dopje? Wat voor dopje is dat dan? Oh, zo'n... Wat voor kleur? Jeetje. Moet ik dat ruiken? Nu krijg ik die grote. Oh, wat doe ik? Ik doe echt niet mijn best. Ik weet het. Die. Maar het was een heel onduidelijk aangeven. Zo vond je niet? Oké, nou, de brug is gemaakt. Dat betekent één ding. Dat we er overheen kunnen en door kunnen gaan met het spel. You made that look like child's play. Now I feel even more embarrassed. But that's not important. What matters is you've restored the path into Trollshaws. Here, I was paid in advance. But since you did all the work, I think it's only fair you take this. Yes, we hebben een WIP-blokje gekregen voor het bouwen van die brug. Mooi zo. Nou, als we zo verder gaan in de game is het altijd fantastisch. Wat krijgen we hier? The company took shelter for the night in the deserted ruins of a farm. Why this farm was oh, kijk die L. Seemingly in great haste, proved a mystery. Wat een schat. However, it was certainly no small thing that destroyed the farmhouse. Leuk hoor, dat Lego uiltje er tussendoor. We camp here for the night. I think it would be wiser to move on. We could make for the Hidden Valley. I will not go near that place. We have a map that we cannot read. Lord Elrond could help. Heer Elrond. I do not need their advice. Oké. Chagrijn, wat een beetje chagrijn die man. Everything all right? Gandalf, where are you going? I've had enough of dwarves for thunder. Is he coming back? Oh jee. Gandalf is een gepeerd. Nou, dat is niet zo mooi. What's the matter? Trolls. Oh jee, trollen. As our official burglar, we thought you might like to look into it. I'm not afraid. I'm up for it. Are you sure this is a good idea? It's perfectly safe. We'll be right behind you. Mutton yesterday. Mutton today.
and blind. If it don't look like much again tomorrow. Dat zijn de grote trollen. We moeten uitkijken voor ze. Fantastisch gedaan. En we moeten heel zachtjes zijn hier. Oké, één iemand moeten we op dat pijl en boog dingetje. En ik denk dat die gozer met de katapultje wat meer voor ons kan betekenen. Maar dat kan dus niet. Wie heeft een pijl en boog? Hij natuurlijk. Oh, hij. Oh jee. Oké, we kunnen door. We hebben ze afgeleid. We gaan naar het volgende punt. Heel voorzichtig. Want als er één ding mis is, is trollen storen, is het gewoon het minst dat we kunnen doen. Oh jee. Oké, ik weet dat Bilbo een hengel heeft inderdaad. Gaan we even vissen met hem. Huppakee. En wat vangen wij, denken jullie? Ik denk dat wij een levertje vangen. Maar het kan ook wat anders zijn. Je weet het nooit wat er in het water ligt. Zo, de laatste keer. 3, 2, 1. Wat vangt hij? Een paar visjes, logisch. God. Maar wat kunnen we ermee? Oh, er komt nog wat meer uit. Wat is het? Ik weet niet wat het is. Nee, ik weet het niet. Een krabbetje. Is het een krabbetje? Het is een krabbetje. Kunnen we die ergens gooien of zo? Oh ja, daarheen. Een krabbetje. Oké, helaas hebben we wel, hebben dat beestje wel vermoord. Die soort krab, maar het kon even niet anders. Oké, we moeten hier naartoe. En wat, hoe komen we daar naartoe? Hoe gaan we dit kapot maken? Even kijken hoor. Kunnen we dat met een sterk iemand doen? Is hij sterk? Nee, ik denk dat dit de sterkste karakter is, daarachter. Met die messen. Hij. Kijk wat hij kan. Even wat dingen slopen nog. Even die dingen oppakken nog. Maar we kunnen wel gaan bouwen, zie ik. Het is maar goed dat ik die dingen heb gesloopt. Oké, nou wordt het duidelijk wie we moeten gebruiken. Oké, cool. We hebben één paard bevrijd. Kunnen we erop rijden? Nee, we moeten hem gewoon laten gaan. Oh ja, de paarden hadden ze inderdaad meegenomen. Dat klopt. Ze hadden die paarden hadden ze gepakt voor om te eten. Ik zei het. Ze hebben het er net over, ja. Nee, het is wel een tijdje terug dat ik de Hobbit film heb gezien. Fantastisch. Ja, ik moet wat knaren hier met je mond houden, want ik ga die paarden bevrijden. En voor je het weet heb ik ze allemaal bevrijd. Lekker voor jullie. En eet jullie lekker geen paard meer. Alles smaakt als kip. Ja hoor. Behalve de kip. Ja, die smaakt naar vis. Gaat ook weer nergens over hoor. Ik loop nou even naar het begin, want ik weet dat ik hier dat skeletje moet kapot maken. Zie je het? Zo. En eentje van de trollen is echt heel erg verkouden. Dat merk ik aan zijn niezen. Ik gok het hoor dat hij verkouden is. Misschien heeft hij wel een ziekte, joh. Oké. We lopen door. Oh, er komt wat uit hier. Kunnen we met één iemand dat gaan doen. En ik moet nog een beetje wennen aan de karakters, hoor, jongens. Er zijn gewoon... Ja, sommige karakters kunnen dit niet en sommige kunnen dat niet. En soms weet ik het niet precies wie wat kan. Oh shit, ik gooide een... Oké, dat gaat goed. We komen bij een nieuw stukje aan. En ik ga eens even dit slaan. Er staat op, gebruik een schop zoals die van...
Oké. Okay. Heeft er iemand een schop hier bij zich? Ja, ik zie hem. In zijn hand heeft hij hem al. Kijk. Nu kunnen we gaan uitgraven. Huppakee. Zo doen we dat. En wat krijgen we hier nou weer uit? Oké, okay, we kunnen weer wat in het water gooien. Ik weet niet wat het is. Een stuk steen volgens mij. Lekker hoor. Oké, okay, hij wordt afgeleid. Dat betekent dat we... Oh, ik dacht dat hij terug... Hij ging maar omkijken, zag je het? Oké, okay, we komen bijna bij het einde. We moeten dit paard alleen nog bevrijden. En doen we precies dezelfde manier als eerst. Dat we die gozer pakken met dat... Ja, kijk. Oké, okay, paard is bijna bevrijd. En dat betekent... Positieve zin. Hij kan vrij naar ons toe terugkeren naar de baasjes. En we krijgen een cutscene. Uh-oh. Moet hij niet gewoon weg? Die schaap is niet van jou. Oh, die gozer heeft natuurlijk ook weer een teddybeer in zijn hand. Uh-oh. Uh-oh. Oh. Oh. Me. Oh, wat trollen snot aan hem. What is it? I'm a burger. Pop it. Burglar Hobbit? Can we cook him? We can try. Drop him! You what? I said, drop him. Uh-oh. Oh! Er komen ze allemaal, joh. Trollengevecht. Wow. Hoe kunnen we in godsnaam die trol vernietigen? Ik zou hem sowieso ontwijken. En die anderen worden al flink geziekt. Oh! Zo, kijk wat eruit komt, jongens. Kipjes en zo. Oh jee, hoe gaan we dit dan voor elkaar krijgen? Ik denk een soort teamwork weer. Let op. Samenwerken met hem. Nee, dat lukt niet. Nee. Een andere manier moeten we gaan zoeken. Misschien kunnen we hier wat kapot maken. Dat we hebben... Oh, we moeten uitkijken, jongens. Laat mij dit even kapot maken, want misschien zit er wel iets in wat we nodig kunnen hebben. We kunnen inderdaad iets bouwen. Even wachten tot hij wat heeft gegooid, zo. En laten we dit gaan bouwen. Het is een soort van katapult, lijkt het op. Oh jee, en de L wordt gelanceerd. Huppakee. Oké, je weet wat ik heb gedaan, maar ik geef hem een schop. Oh! Oké, eentje is verslagen. Wat een actie, jongens, in die game. Wauw. Sla op zijn hoofd. En we maken hem in. Huppakee. Oh, en met zijn hoofd in de boom vast. Natuurlijk. Oké, hoe gaan we die twee derde bestrijden? De laatste troll. Komt u maar hier, troll. Ik ben voor u niet bang. Oh, chips. Komt u maar. Hoe gaan we u bestrijden, meneer? Ik denk dat we dat doel daarboven eventjes vlieg gaan raken. Oh, yeah. Stomme lompe troll, je bent nou een Chineesje. Kom je nog helpen, jongens? Kom eens mee. Ik heb jullie nodig, kom. Oh, shit. Overnieuw. Ja, er was niemand in de buurt. Stom, hè? Oké, nog een keer proberen, jongens. Moet wel snel zijn. Kijk, moet ik even iemand vinden zo? Snel. Komt u maar, ik zoek u. Komt u mee? Ja,
Ja, jongens, kom op, hé. Ik moet er iemand nodig hebben. Dat staat ook nergens op. Kan ik met hem samenwerken? Kijk, nu snap ik hem. Kijk, nu gaat het lukken. 100%. 100%. Huppakee. Moest even. Heeft even geduld nodig, jongens. Lay down your arms. Or we'll whip his off. Uh-oh. Oké, de dwergen zijn allemaal gevangen genomen. De dwergen zijn gevangen genomen door de trollen. Oh, wauw. Maar natuurlijk zijn onze grote vrienden die moeten hem te hulp schieten. Oké, de kippetjes heb ik bevrijd. Oké. Okay, we graven even al die hobbit graven we uit. Wat leuk gedaan, jongens. Fantastisch. Oké, de volgende hobbit. Of de dwerg. Ik zit altijd met die hobbits. Het zijn dwergen, jongen. Nou, die hebben we bevrijd, de dwerg. We hebben er nog drie te gaan. Het gaat echt heel lekker, trouwens, hé. Oké, okay, pijl en boog heb ik nou gevonden. Daar kunnen we deze mee schieten. Huppakee. Er zit een kistje in. Dat is heel mooi. Ook al moeten we er nog 10 vinden, secrets. We halen dat nooit, al die 10. Maar minimaal meestal vind je de 1 in zo'n level. Ik wil even 7 nog, voordat we doorgaan. Echt verslavende levels, jongens. Ik vind het heerlijk om te spelen. Ik zweer het jullie. Oké, nog een dwerg bevrijd. Er moet er nog 1 bevrijden, jongens. Nog 1. En waar zit die ergens? We komen er heel snel achter. Even die dingetjes pakken, jongens. Houten latjes, die hebben we altijd wel nodig. Oké. En we gaan wat bouwen. Hebben wij genoeg knop? Ja, we hebben genoeg spulletjes, dat is mooi. Kunnen we gelijk aan de slag. Oké, wat hebben wij nodig met dit bouwproces? Even kijken. We hebben nodig voor een onbekend ding wat we gaan maken. Een pijpje. Waar zien we dat pijpje, jongens? Is dat deze? Ja. Haal een hele andere kleur. Die dan. Wat krijgen we dan? We krijgen een staafje. Een latje, of wat is het? Een takje. En wat dan meer? We gaan nog verder mee bouwen. Ik ben benieuwd wat het wordt, hoor. Een grote plank. Een klein nopje. En wat zit daarop? Een klein tandwieletje. Dat is niet de goede, dat is de goede. En dan hebben we nog een plankje nodig. En nou is het helemaal compleet. En ik denk dat dit een domino effect wordt. Daar komt iets. Huppakee. Kan ik dat ding nog schieten? Nee. Oh, en daar is Gandalf. En laten we dat doen, jongens. Kijk eens. Huppakee. En ze worden versteend. En zo zijn wij eindelijk bevrijd van die stomme trollen.
Wat een spannende aflevering, jongens. En zodoende hebben we dit level ook weer gehaald. Het vierde level, And Be Stone To You. Leuk. Geroosterd lam. Level vrijgespeeld. En we hebben helaas weer niet 100% gehaald van alle noppen die we hebben gehaald in het level. Maar we hebben wel één minikitje in het level gehaald. Nou, dat is leuk om te weten. We hebben natuurlijk wat evenementen vrijgespeeld op de grote middelaardekaart. Ik begin het spel nou een beetje onder de knie te krijgen. En we gaan gelijk het verhaal vervolgen. En daarmee ook deze video afsluiten na deze cutscene. Since when do mountain trolls venture this far south? Not for an age. Not since a darker power ruled these lands. They could not have moved in daylight. There must be a cave nearby. Bedankt voor het kijken. Bij 100 likes gaan we gewoon door met deze game. Dus vergeet zeker even niet dat duimpje omhoog te steken in deze leuke video. En tot de volgende keer. Doei doei!